Oh, nu gaan de mensen bezig dat je Lucien slaat. Maar nee, ik heb al 3 keer gezegd, ik doe soms dat. Maar dat doet geen pijn, hè? Laat me er alsjeblieft goed uitkomen. Nee, sorry. Ik heb een zoontje. Fantastisch. En dat is de grootste miserie die er is. Dat is allebei samen, elke dag. En dat wisselt om de 5 minuten. Een kind, dat is uw hart dat uit uw lijf leeft. Je voelt de liefde dat je voor geen ene vent kunt voelen. Dat is echt waar. Het echte liefde dat je denkt van oké, nu, dat is het mooie eraan. Maar je hebt dat ook wel nodig. Want al de rest is negatief. Ik vind opvoeden officieel de zwaarste job van mijn leven. Ik wil meer tijd voor mezelf. Mama heeft soms een paar minuutjes nodig om eens na te denken. En dan helpt het als jij niet de hele tijd komt zeggen mama, 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 mama. Het moeilijkste aan kinderen opvoeden is consequent zijn met die kinderen. Hè? Want je verbiedt die nu heel veel dingen dat je later dat je zelf eigenlijk ook allemaal hebt gedaan. Omdat op het moment, ja, de dingen die de belangrijk acht, die je dan zo laten vallen. Zo omdat gewoon kapot bent. Zijn moe en, ja. Nee, je mag geen snoep eten. En dan samen zo, je ligt in de zetel. Ja. Vooral op momenten dat jij ergens zit met 3 kava's op. Dit is niet het moment om te zeuren bij een mama. Bij een mama. Ik vind gewoon dat wij moeders, wij moeten daar gewoon eerlijker over zijn. Over wat dat is. Dat is keiveel falen, is keiveel stress, dat is keivaak afzien en u incompetent voelen en dan doen we weer iets en dan is uw hele dag weer goed. Wat dat er heel tof is aan de kinderen van Siska, is dat die zijn grappig, die zijn tof, die zijn mooi. Maar wat dat ook echt is en wat dat ik super belangrijk vind, is die zijn zeer beleefd. Ik vind beleefde kinderen extreem belangrijk. Ik denk dat ik daar nog het meeste mee... Dat is ook het moeilijkste om hen te forceren soms, om dag te zeggen. Ik probeer dat duidelijk te maken. Van als je er eens binnenkomt, zeg je dat hallo. Aan mensen die je niet kent, zeg je, je moet van mij zelfs geen kus geven, maar je gaat wel zeggen hallo, ik ben Lucien. En dat moeten we wel doen, zo, omdat je dat... Maar doet je dat toch vanzelf? Ah ja, voilà. Ja, maar nu, na al die jaren, heb je geleerd, hè. Dat ik moest niet proberen bij mijn paals. Om geen hallo te zeggen tegen al mijn onkels. Ja. Elke zwart negent was mijn onkel. Ik haat onbeleefde kinderen. Maar wij twee zijn niet zo goed met onbeleefde kinderen. Oeh, maar echt, en in Italië, daar zijn zo van die... Dat is echt, ik ga iets heel gemeen zeggen, maar Dries lacht er altijd mee. Dat zijn dan zo van die dikke, onbeleefde kinderen. En dan komen die zo... Hey, Mertens, Mertens, una foto! En dan komen die, en dan ben ik daar zo naar aan het kijken en zo... Het kan zot, hè? Als ik niet luistert, dan probeer ik de 1-2-3-regel. Bij hem lukt dat nog. Maar bij Lena lukt dat dus niet. Maar is het is, ik tel tot 3. Pas op, hè. Mama telt tot 3, hè. 1. En dan zie je die angst. 2. En dan doet hij het, hè. Maar Lena, forget it, hè. 1. 2,5. En wat doet hij dan? 3. En dan ook. Ik roep soms tegen mijn kinderen. Oeh, internet. Kom, schrijf nog eens een artikel. Maar dat is gewoon, dat mag ook niet. Hè. Je mag niet roepen tegen je kinderen. Maar de eerste moeder die niet roept tegen haar kinderen, die mag, wil ik echt eens... Allee, sorry. Maar hij slaat wel niet op je kinderen? Of? Ja, toch. Nee, ja? Niet slaan, maar... Een pedagogische tik. Maar ik heb wel daal gedaan. Als dat slaan is, ja, tuurlijk. Een tik langs achter bij Lucien. Als je echt het bloed van onder mijn nagels, is dat wel echt gewoon tak. En dan verschiet hij ook gewoon heel hard zo langs de achterkant van het hoofd. En dan doet hij wel, ah, ik heb mij geslagen. En dan, dat is dan ook vriend, hè. Een straf mag nooit pijn doen, mama. Ik heb het gezegd. Je hebt dat geleerd. Ik vind dat niet per definitie fout om zo'n pedagogische tik tegen de... Niet tegen het hoofd, hè, maar tegen een poep of zo. Of maar, zo. Maar ik zou wel... Of tegen de kop of op de poep, hè. Je ziet dat al uitgestart, hè. Met je vuist en de buik, zo. Ben we dan nu aan het inbeelden? Het is of het hoofd of de poep, hè. Ertussen maar niet, hè. Of de boksbeul. Bam, tegen de tand. De knieschijfjes. En dan zoals kind dat je zo je grenzen aan het aftasten bent... En ik met mijn klein polleke zo, ik wist van, ik ga hier zo hard voor in de problemen komen. En zo, en dan blackout. Echt zo, joef. Dus ik ben echt, mijn mama sloeg met mij dan nooit, maar toen, recht. Die vinger. Ik herinner mij gewoon zo dat.
Snap wel. Ik denk dat mijn objectief zou zijn om ze met mijn natuurlijke autoriteit te doen luisteren. Voilà. En dat dat niet helpt. Mm. You ask me something, you die. Dat is niet goed, hè. Dat nee, mag je niet nee, doen. Nee. Moeten kinderen niet een klein beetje schrik hebben van hun ouders ook? Je moeder mag ook niet zo je beste vriendin zijn. Zo. Nee, dat is voor na 25. We gaan samen naar de carré. Nee. Ik sta in de carré om 11:55. Om 12:00 zeg je buiten. Anders hebben we een probleem. Dan koop ik in de carré. Snap je dat zo? En dan is begonnen. Wat je dreigt, moet je ook waarmaken. Ik ga je kop uittrekken. Ja, nee. Als je nu niet komt eten, ga ik je kop aftrekken. Nee, maar daarom... Je moet uitvoeren waar je mee dreigt. Maar daarom dat je slim moet dreigen. We hebben daar soms discussies over thuis. Dat mijn lief ineens zegt van... En als je nu niet, dan ga je direct naar je kamer en slapen. En dan denk ik, het is 3:00 in de middag. Anderzijds, je mag die ook niet te streng opvoeren. Want dan denk je, zie, ja... Maar ja, kun je dat je kleine, van als ze 6 maanden is, quinoa geven en speldbrood en 10 uur violes per week. Maar ja, dat moet ook niet verschieten als ze 18 is en je moet met een krakhuis gaan halen. Nee, dus ik denk van... En je kunt niet op alles blijven vitten van... Want dan horen die ook alleen maar heel de dag, doe eens niet dat, stop daar eens mee. Ik denk dat dat ook... Ik zou ook zot worden mocht iemand heel de dag zeggen wat ik niet mag doen. Probeer zoveel mogelijk samen te lachen, maar respecteert ook echt hoe dat je kind is. Lucia is een hele bange altijd geweest. En mensen zeggen, je mag niet bang zijn. Of je mag niet wenen. Dat kan ik niet uitstaan. Als je kind iemand is die gevoelig is, die veel weent, die dieren niet leuk vindt, dan moet je niet zeggen, come on, nee. Je zit hier nog altijd bij een vlinder zo. Ik vind het niet erg. Dus ik denk dat ik wel bij de meisjes ook zoveel mogelijk zo die positiviteit en die zelfervaring. Ja. En niet alleen zeggen, je bent zo mooi, wat ik ook wel doe, maar gewoon ook jezelf aanvaren. Het lijf dat je hebt gekregen is het lijf dat je hebt voor dit leven. Als je die gewoon in hun, ja, dat klinkt dan heel zweverig, maar in hun kracht laat of in hun, wie dat ze intrinsiek zijn, dan kan dat alleen maar heel goed ontwikkelen. Moederke mee gesproken. Ja,